Kees rijdt hier zijn eerste meters in een vrachtwagen. Ja, het is magistraal. Hoog boven de weg. En ja, magnifiek natuurlijk dat je zo'n grote vrachtwagen mag besturen. Hij was altijd kok bij een zorginstelling, totdat hij werd ontslagen. Hij is 54 jaar en solliciteren valt hem niet mee. Ik ben al bijna een jaar bezig en ik heb al zo'n 60 sollicitaties verstuurd. En ben zeggen en schrijven 3 keer uitgenodigd voor een eerste gesprek. Kees wil graag aan het werk en de vrachtwagen trok hem altijd al wel. Daarom solliciteerde hij als vrachtwagenchauffeur. Mij volgen en hou een mooi kwartier. Bij het Westfriese transportbedrijf kijken ze verder dan alleen naar cv's. Ja, we hebben echt gekeken naar iedereen. Jong, oud, vrouw, maakt echt niets uit. Iedereen die graag chauffeur wil worden en beschikt over de juiste motivatie, gaat het ook redden bij ons. En daar ligt het niet aan bij Kees. Kees werkte eigenlijk ook al onregelmatig en met wisseldiensten. En wij doen eigenlijk niets anders. Dus dat past prima. Perfecte match. En zo gaat Kees op zijn 54ste zomaar een nieuwe carrière tegemoet. Ja, dat zou mooi zijn. Ik bedoel, ik ben natuurlijk nog best jong. Moet nog vrij lang werken. En ja, ik hoop gewoon als chauffeur tot aan mijn pensioen mijn arbeidsleven vol te maken.